co-creatie zelf. Dat wil eigenlijk zeggen dat we samen dingen maken, dat we samen creëren, co-creëren. En we zijn van vroeger eigenlijk gewend dat organisaties bovenin de piramide, die zeggen wat we gaan maken. En dan onderin de piramide, dus wij de mensen, vinden dat dan fijn. Hè? Dus de burgemeester beslist, daar gaat gebouwd worden en dan komen eensgezinswoningen. Nou, dan gaan wij er allemaal heen rennen, zijn we heel blij. Ondertussen hebben wij als publiek veel meer macht en kracht. Dus in dat co-creatie is er veel meer ruimte om de vragen van toekomstige bewoners of van mensen met ideeën te incorporeren in het proces. Dus je gaat samen ontwikkelen en samen dingen maken. En als je dan wat kijkt vanuit zo'n paradigma, dan zeg je nou, dat is echt een hele grote verandering waarbij de macht verschuift van de hiërarchie naar het netwerk, waar het netwerk zelf gaat creëren. Ik ben een architect die veel meer kijkt naar niet zozeer hoe gaat het eruit zien, maar veel meer wat willen mensen ergens doen in een gebouw. Ik ben super nieuwsgierig naar hoe gaan mensen daar lopen, hoe gaan ze wonen, waar gaan ze zitten. Wat doen ze als ze 's ochtends opstaan? Gaan ze eerst hun tanden poetsen? Gaan ze, nou, weet je, heel, heel praktisch, ik wil snappen hoe ze leven. Want dan kan ik een goed huis maken. Ik wil snappen hoe ze werken, want dan kan ik een goed kantoor maken. Ik wil snappen hoe die leerlingen door een school lopen, want dan kan ik een goede school maken. Dus co-creatie vind ik super gaaf. Nou, ik vind co-creatie een heel logische manier om aan je leefomgeving te werken. Want daar ben je nooit alleen. Daar zijn heel veel belangen die bij elkaar komen. Heel veel belangen die ook mooi elkaar kunnen versterken. Dus het is volstrekt logisch dat als je aan de leefomgeving werkt, dat je dat samen doet. En dus co-creëert. En wat ik een prachtig voorbeeld van co-creatie vind, wat van Blauwhoed komt, is dat crowdbuilding. Dat laat ik ook wel zien aan studenten. En daar kan ik zeggen, dat vind ik een gaaf gebouw, daar wil ik een tennishal beginnen. En dan zeg ik, vinden jullie dat ook? Nou, dan vinden mijn vrienden dat ook. En dan gaan we dat met z'n allen doen. En dan vragen we Blauwhoed, wil je dat voor ons maken? Nou, dat vind ik een hele mooie, hyperactieve vorm van co-creatie. Nou, co-creatie is voor crowdbuilding ook heel belangrijk. Eigenlijk is crowdbuilding een co-creatieplatform. Alleen we hebben daar dan de online component aan toegevoegd. Maar dat wil niet, co-creatie doe je echt offline, vind ik. Je moet dat met mensen fysiek doen. Dus crowdbuilding is eigenlijk het opzetje, waar mensen al een beetje input kunnen hebben. En daarna gaan we offline met die mensen een heel co-creatietraject in om zo'n gebouw te transformeren. Het is voor mij een hype. Het is al een jaar, hoor je overal dat rondgonzen. En het is voor mij niks nieuws, want dat doen we al jaren. Ze hebben het als het ware in een nieuw jasje gegoten. En dat heeft alles te maken met, denk ik, dat die markt sinds de crisis op zoek is naar een nieuwe formule. Want ja, het kon niet meer zoals op de oude manier. Co-creatie, dan pakken we weer die consument beet en dan kunnen we weer misschien die consument verleiden om dingen met ons te doen. Co-creatie is een signaal voor een verandering die we noemen de verandering van hiërarchie naar netwerk. En de verandering van hiërarchie naar netwerk, dat is een paradigmaverschuiving. Dat is een echt andere manier waarop wij als mensen de wereld beschouwen. 50 jaar geleden, 20 jaar geleden ook nog, waren wij als consument gewoon hartstikke blij als iemand een huis bouwde. Er was ook schaarste, dus we waren eigenlijk alleen maar consument. We waren dolblij dat een producent iets voor ons verzon en bouwde. Ondertussen zijn wij als mensen veel wijzer geworden, we zijn veel eigenwijzer geworden, we weten meer. We hebben meer macht, we hebben meer te zeggen en er is veel meer keuze. Dus eigenlijk is het nu logischer om te denken vanuit die co-creatieprocessen, omdat er van alles veranderd is. En andersom ook weer, want als onderneming is het natuurlijk hartstikke zonde van je tijd en geld om te gaan verzinnen wat jij en ik willen. En dan ga je dat dan eerst helemaal ontwikkelen en beschrijven. Dan ga je concepttesten doen, dan ga je mensen vragen, vind je dat leuk? Ze zeggen, nee, vind ik helemaal niet zo leuk. Of erger nog, ze zeggen, ik vind het wel leuk. En je gaat het bouwen en ze gaan het alsnog niet kopen. Dus ook economisch is dat idee van co-creatie eigenlijk slimmer in dit tijdperk. Ja, co-creatie is natuurlijk met name ontstaan enerzijds misschien wel een beetje vanuit de crisis. Maar anderzijds ook vanuit het veranderende gedrag van de consument. Ook dat is een trend die je uiteindelijk ziet. Die consument verandert zijn gedrag. Die wil meer inspraak hebben. Die wil alle tussenpersonen niet meer zien. Die wil snappen waarom die welk product koopt. Die wil eigenlijk de ingrediënten weten. Nou ja, en daarop zijn we natuurlijk ook begin 2008 direct omgeslagen. Vanuit die markt, vanuit die trend naar co-creatie. Nou, ik vind er niet eens zoiets van. Ik doe het gewoon als standaard werkwijze. In de projecten waar ik nu aan werk, maar ook de bedrijven waarmee en waarvoor ik heb gewerkt tot nu toe, is mijn leidmotief geworden dat je niet voor klanten, partners iets verzint en maakt, maar dat je het met ze doet, maar dan wel met name met professionele partners. En dat noemen wij co-design, maar dat mag je ook co-creatie noemen. En op dit moment, de projecten waar ik aan werk, probeer ik iedere keer vormen te vinden waardoor je met je partners van dat project gezamenlijk komt tot een verbeterd inzicht dan je zelf als professional hebt van tevoren.
En dat doen wij door een hypothese te stellen van dit is het probleem, hypothese 1. Dit zou de richting kunnen zijn van het antwoord, hypothese 2. En die organiseren we met veel betrokkenen, zodat er input komt van ze en zodat onze hypothese getest wordt en verbeterd wordt. En dat noemen we co-design, co-creatie. En ik kan mij niet meer voorstellen dat ik zo niet werk. En ik kan me ook niet voorstellen dat andere bedrijven dat wel doen. Wat ons vak als makelaars heeft veranderd, is dat ook wij steeds meer aan de voorkant adviseren over wat te maken. Wij spreken die toekomstige woningbezitter, weten hoe die vragen en die wensenlijstjes zijn en vertalen dat in ons werk. En uiteindelijk komt daar dan productoptimalisatie uit voort. En dat is weliswaar dan nu vanuit het product geredeneerd, maar het zijn uiteindelijk de kopers die daar toch het meest fijn kunnen wonen. Je ziet dat in de totstandkomingsprocessen van vastgoed co-creatie steeds belangrijker wordt. Dat is natuurlijk gedreven vanuit het idee dat je de consument zo goed mogelijk moet bevredigen. Daardoor is het van belang om hem zo snel mogelijk in dat hele ontwikkelproces naar binnen te halen. Aan de andere kant zie je, daar moet je ook praktisch en realistisch zijn, is het ook een manier om te komen tot risicoreductie in het proces, omdat het eigenlijk ook faalkosten verlaagt. Wij doen ook mee aan co-creaties, dus wij doen ook samen met Blauwe Toe. Wij hebben al een avond georganiseerd, mensen gevraagd, mensen mee betrokken in het proces. En eigenlijk is dat de voorloper, zeg maar even, van het full option pakket. Je gaat eerst met de klant kijken of hij, zeg maar even, het geraamte van het huis, of dat naar zijn wens is, of dat zijn stijl is, of dat zijn ding wordt. En dat hij daardoor ook mogelijk geïnteresseerd is om het huis te kopen. Dat is stap 1. En stap 2 is dan van, god klant, waar kan ik je ontzorgen? Ja, ik vind co-creatie, dat is iets wat we gewoon de afgelopen jaren hebben gedaan. Dat zit echt gewoon in onze genen. Dat zit echt gewoon in onze, dat laten we nooit meer los. En dat is gewoon het leuke van het ontwikkelen. Dat verkoop en ontwikkelen, want dat is het leuke van co-creatie. Je begint eigenlijk al direct met het verkoop. Je hebt gewoon de eindgebruikers, je toekomstige woonhuurders, kopers, heb je gewoon al, daar ben je mee in gesprek. Ja, dat is gewoon het leukste van het vak ontwikkelen.